kijkt naar een nieuwe vlog, als het een nieuwe vlog is. En anders leuk dat je nog steeds kijkt. Het is vandaag woensdag, onze ene laatste volle dag. En ik heb net mijn bikini aangetrokken, want wij gaan zo weer meteen lekker naar het strand toe. Gisteren hebben we heel lekker gegeten. En daarna hadden we nog een ijsje gehaald. Het was echt super lekker. We wilden eerst ergens anders eten. Maar volgens mij had ik dat verteld in de vlog van gisteren. Dat het echt heel druk was opeens. Dus dat was niet gelukt. Maar uiteindelijk hebben we alsnog heel erg lekker gegeten. En ook even een beetje wat anders dan de andere dagen. Want we eten best wel veel een beetje hetzelfde of zo. Dus ja. Ik ga dus nu eventjes mijn outfitje aan voor het strand. En dan gaan we er vandoor. Mijn telefoon wil alleen niet opladen. Geen idee waarom. Zo. En ik denk dat ik vandaag even een keertje een haarband in ga doen. Want ik heb ze meegenomen, maar eigenlijk nog helemaal niet ingehad. Dus ik denk dat ik dat eventjes ga doen. En ik heb er meerdere bij me, maar ik heb er één die dus zo mijn haar naar achter doet. En die vind ik heel fijn. Nou, wij zitten weer in de auto. Ik hoop dat je me kan verstaan. Zo, even dit dichter. Nou, wij zitten dus weer in de auto. We zijn onderweg naar het strand. Ik heb dus alleen even een bikini en dan zo'n broek aangedaan. En ja, ik weet echt niet wat ik wil zeggen. We gaan gewoon weer een stranddagje doen. En we gaan naar Amadoris, want ik vind het daar gewoon heel chill om te liggen. En het is ook lekker dichtbij. 20 minuutjes rijden. Oh ja, en ik heb nog een tip. Heb je nou dat je heel snel puistjes krijgt van zonnebrand? En wil je dat niet, gebruik dit. Hier zit dus vitamine C in. En er zit ook SPF 30 in. En je krijgt er een glow van. Dus ja, dit gebruiken wij. Is fijn toch, deze? Ja. Dus die ga ik zo meteen even opdoen. Wij zijn aangekomen bij het strand. Lekker heel veel zin in. Om de hele dag weer te zonnen. En te zwemmen. Ik heb ook echt zin om te zwemmen vandaag. Zo? Ja, is ook voor het eerst. Ik weet het. Het is hier wel altijd echt heel lekker. En hieronder, dit zijn dus allemaal lunchdingen. Kijk, dit is het strand. En je hebt dus allemaal bedjes. Het is 5 euro per bedje. En dan ook nog 5 euro voor de... jeetje, ik kom op parasol. Dus het is 15 euro. Maar het is gewoon een heel fijn strand. Geen stenen, lekker zand. Daar is de beachclub waar we toen hebben gelegen. Dat was ook wel heel erg leuk. Daar heb je ook muziek en dat soort dingen. Je hebt zo'n waterpark. En je kan dus ook fietsen huren en bootjes. Dus hier zijn we echt al een aantal keertjes geweest. En het water is ook heel lekker, wel heel koud. Maar gewoon echt een heel fijn strand. En het is wel druk, maar ook weer niet te druk. En daarboven heb je dus hotels. En het ligt dus echt een beetje in een baaitje. Ja, en het is gewoon heel schoon en heel mooi. Dus ik vind dit een heel fijn strand. Maar ja, dat heb ik volgens mij al een aantal keer gezegd. Nou, wij zijn weer klaar met ons stranddagje. Ik heb niet zoveel gefilmd. I'm sorry. Maar we liggen gewoon letterlijk de hele dag op het strand. En het is echt heet. En ik probeer lekker te tannen. En we gaan nu naar huis rijden en ons klaarmaken voor de avond. Heb je het nog gefilmd? Ja, ik heb gefilmd. Dus wij gaan nu lekker weer terug naar ons huisje. En ik heb een beetje hoofdpijn. Ik heb wel veel water gedronken, maar ik heb echt een beetje hoofdpijn. Oh ja, en een tipje. Al deze sieraden die ik steeds draag. De meeste zijn dus van Shein. En deze was volgens mij maar 1 euro. Dus tip van mij. Ik ga eventjes mijn make-up doen. Wel even zonder te praten. Nou,
wij hebben ons dus klaargemaakt. En we zijn dus een keertje echt vroeg. 9:10. En we hebben dus echt een hele hete outfit aan. Want we hebben het elke avond koud. En nu hebben we het dus echt mega warm. Helemaal aan het zweten. Maar ja, I love the outfit. Oké, we zitten bij Tipsy Amo. En we hebben cocktails besteld. Heel lekker. Het zit dus bij het strand. We hadden dit op de TikTok gezien. Oké, ga jij hem proeven als eerst? Hoe die is? Ze hebben hier blijkbaar hele lekkere cocktails, zeggen ze. Lekker? Ja, lekker. Heel lekker. Heel erg zoet ook. Zeg gewoon, het is oké. Ja. Even een lekker broodje om mee te beginnen. Met brood? Ja, guacamole denk ik. Dat voor jou ziet er ook heel lekker uit. Thanks. Oeh, heel lekker. De slow cooked spare ribs. En de witvis, ja. Ja, vis en chips. Neem het voor de vlog. Wat is het? Neem maar, lekker. Good morning, het is vandaag donderdag, onze laatste dag. Volle dag. Laatste volle dag. En ja, als je zin hebt in deze video, doe dan even een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. En dan gaan wij nu sporten. Lekker gym time. Let's go. Lekker zweten. Geen zin in. Nou, wij hebben dus vanochtend gesport. Niet super lang, maar gewoon even wat cardio gedaan. Want we hadden een abo genomen voor 7 dagen. Dus die wilden we wel volmaken. Ik lig nu lekker bij het zwembad. En mijn vriend is gewoon even lekker iets voor zichzelf aan het doen. En dan gaan we straks naar Las Palmas. Gaan we nog even shoppen. En we willen dan daar eten bij een heel leuk restaurant. Maar dat was best wel een beetje een stukje rijden, een uurtje of zo. Dus we dachten, nou, dan gaan we daar eerst gewoon even bij de winkeltjes kijken en een beetje shoppen. We dachten, dat is ook nog wel leuk voor de laatste dag. En hij had ook niet zo zin om weer de hele dag bij het strand te liggen. Wat ik ook wel begrijp. Ja, dus we liggen gewoon lekker bij het zwembad. En het is hier zo chill. Kijk, er is gewoon helemaal niemand elke keer. Het is heel rustig. Daar is ons appartement. En je hoort mijn vriend Spaans praten, want hij maakt altijd vrienden. Het is echt bizar. Hij kan letterlijk met iedereen op vakantie praten of een verhaal vertellen of iets anders. Echt bizar. Maar in ieder geval, ja, ik ga zo meteen nog weer even een lekker duikje nemen. Lekker zwemmen, misschien nog een paar baantjes zwemmen. En dan gaan we straks lekker naar de stad toe, dus daar heb ik ook heel veel zin in. En dan zit onze vakantie er alweer bijna op. Maar ik vind het ook wel lekker om gewoon weer naar huis te gaan. Tuurlijk is het echt heel lekker hier, maar 2 weken is ook wel weer lang of zo. En we hebben echt samen heel veel leuke TikToks gemaakt. Dus ik zou het ook heel erg leuk vinden als jullie die gaan bekijken. Want ja, ze worden heel goed ontvangen op TikTok, wat we ook heel leuk vinden. En ook best wel veel outfit TikToks en een dansje. Dus helemaal leuk. Nou, ik heb even lekker gedoucht. Kan die 1 seconde stil? Waarom zit het zo nat hier? Is het nat daar? Ja. Maar niet van mij. Nee, van wie stond daar met zijn natte lichaam? Waarom is het zo nat hier? Weet ik niet, vraag het aan de kijkers. Waarom is het zo nat? Ik weet niet, misschien is daar iemand naartoe gelopen zonder dat hij zich had afgedroogd. Ja, precies. In ieder geval, wij gaan zo meteen naar Las Palmas. En ik ga even mijn haar feunen. En ik heb dus dit setje aan. En dan gaan we nog even shoppen. Nog even ons laatste geld uitgeven. Kunnen we hier parkeren? Ja, zullen we hier parkeren? Wij zijn aangekomen. Oh. Wij zijn aangekomen bij het winkelcentrum. We gaan even shoppen. En we zijn, ja, ik weet eigenlijk niet of het winkelcentrum mee heeft, maar het is de grootste van Gran Canaria. Hoe heet die ook weer? Dit lijkt me de airport.
Centro Comis El Mirador. Sí, precies dat. Mooi uitgesproken, hè? Ja, ik heb het heel goed begrepen. Daar zijn we nu. Ja. Joehoe! Nou, we zijn als eerste even in de Primark. En ik heb echt nog nooit een Primark gezien die zo opgeruimd en geordend is. Het is gewoon niet normaal. En ze hebben echt letterlijk alles. Kijk, het is dat ik voor mezelf niks mag kopen. Maar het is echt bizar hoeveel leuke dingen ze hebben. En ook hele leuke tasjes en accessoires. En voor mijn gevoel hebben ze veel meer dan in andere. Ik zit even te zoeken wat ik net zag. Maar ook heel veel leuke tasjes. En deze. Deze ook allemaal heel leuk. En alle leuke schoentjes. Oké, ondertussen ben ik aangekomen in de Zara. En heb ik dit topje met strikjes. En dit blauwe dingetje. En ik vond ze allebei wel heel erg leuk. Dus ik ga het eventjes passen en hopelijk is het ook leuk. Oké, het is heel moeilijk om te laten zien, maar van de voorkant is het gewoon een basic zwart topje en aan de zijkant doet hij rits en de achterkant heeft dan die strikjes. Maar ja, je ziet het niet zo heel goed, maar een van die strikjes op zijn rug leuk is. Moeilijk te zien nu. En dan heb ik nog dit blauwe truitje. Ik kan het niet goed zien, maar ik dacht dus met een wit shirtje eronder en dan een spijkerbroek. Is dit leuk? Nu ik het op boven dit aan heb, vind ik het echt vreselijk. Ik denk dat ik het allebei niet ga doen. Oké, we zijn nu bij de Pull & Bear en ik ga dus even dit setje proberen. Dus met een top en een broek. En ik heb hem in twee kleuren. Ik ga eerst even de beige proberen. En ik heb ook nog een trui. Oké, ja, je ziet het niet heel goed. Dit is de broek. Die zit eigenlijk wel heel goed. Een S. Alleen het topje is echt net wat te groot. Want ze hebben hem dus niet kleiner. Maar ik vind het wel heel leuk. Ik ga nog heel even kijken. Oké, wij zitten weer terug in de auto. En we gaan jullie eventjes laten zien wat we hebben gekocht. Het beeld is wel recht, maar je ziet nu. Oké, maar we hebben dus wel een aantal dingetjes gekocht. Vond je het leuk deze of vond je die andere mol leuker? Ik vond het prima deze. Ik vond die andere groter, dacht ik. Nee, die andere was één verdieping. Oh, laat even deze zien, want die is echt heel leuk. Kijk, ik heb hier zo een polo gekocht. Van de? Van de Star Wars. Mm-hmm. Maar dan een polo met lange mouwen. Het is een klein beetje groen. Niet te groen. Nee, het is echt lichtgroen, maar echt heel mooi je kleur. Ja, de kleur is heel mooi. De kraag is natuurlijk voor mannen heel belangrijk. Dat je niet zo'n zo'n gekreukelde kraag hebt. En je kan deze ook gewoon nog in de winter en zo aan. Ja, maar daarom heb ik hem gekocht. Was hij is ook echt heel mooi. En heel goed af voor prijs. Uiteindelijk de prijs van een polo is normaal gesproken 30 euro. En ik heb dit is zelfs Spaanse prijs, hè? Dus in Nederland misschien 40. Zo, ik heb het voor tientje gekocht dit. Ja. Dus het is zo'n goede koop voor de aankomende koude seizoen. Ja, en wat we nog meer hebben gekocht. We hebben deze knuffel gekocht, want mijn moeder heeft vandaag een nieuw hondje gekocht. En we hebben dus dit gekocht voor de hond. Maar dat ga ik nog wel in de vlog laten zien. Dan heb ik bij de Pull & Bear dit pak gekocht. Dat is heel leuk, hè? Ja. Dus ga je nog een strakje aan doen ook? Ja, dit ga ik zo gelijk aan doen, want ik heb het heel koud. Deze is met een grijze lange broek. Volgens mij hebben ze deze ook gewoon in Nederland. En dan met dit topje. Dit kan je ook los van elkaar dragen natuurlijk. En ik heb nog sandaaltjes gekocht. Deze vind ik niet super leuk, maar zijn heel handig voor werk. Want dan ze sluiten gewoon goed aan. En het zit gewoon lekker. Dus deze zijn voor werk. Deze zijn van de Primark. Die waren 15 euro. En ik heb nog een nieuwe ring gekocht. Een hele leuke. Ik weet nou niet hoe dat winkeltje heet eigenlijk. Maar het was wel echt een leuke winkel. Ja, misschien bij de Bon. Heb je de Bon? Ja, de Bon zit erin. Maar kijk, deze ring. Echt heel mooi. Misschien doe ik hem wel gelijk eventjes om. Ik ga hem gelijk om doen.
Was het deze? Oh nee, het is van honden. Lambert. Dit. Hoe heet het? Blom. Blom. Ja, B-L-O-O-N. Oh, bloem. Of nee? Nou, weet ik veel. Oké, maar zo ziet de ring eruit. Kijk. Ja, heel mooi. Mooi, hè? Ja, heel mooi. Nou, dus dat was het. Oké. En wij gaan nu naar het restaurant rijden. Een sushi en grill restaurant. Maar eigenlijk wil ik daarvoor dus nog even naar de Allee Hop. Wil jij dat ook? Liever niet, maar ja. Het hoeft niet. Het zit wel op de route. Oh, hier zit de microfoon. Kijk, dit is dat nieuwe setje die ik net heb gekocht. Staat die leuk? Zie je niet echt. Oh. Het is een beetje donker gewoon. Nou, maakt niet uit. En ik ben dus net nog heel even naar de Allee Hop geweest. En ik heb even wat cadeautjes gekocht. Dit soort dingetjes. En we gaan nu uit eten. Bij Sushi & Grill. Oké, we zijn dus helemaal naar Las Palmas gereden. Want ik had dus een heel leuk restaurant gezien op TikTok. Ik zal het even laten zien wat ik had gezien. Ik had namelijk... dit restaurant gezien. Met sushi en allemaal dat soort dingen. En het zag er echt heel leuk en gezellig uit. Deze. Maar hij was gewoon dicht. Er stond online dat hij open was, maar hij was gewoon dicht. Ik weet eigenlijk ook niet waarom. Terwijl het is donderdagavond, dus geen idee. Dus nu zijn we gewoon dit straatje ingelopen. En nu zitten we echt bij een typisch Spaans restaurant. Hoe heet het? Kan jij het uitspreken? El Águila. Hoe? El Águila. Águila. Dat is gewoon eeuw. Ja. Nou ja, een Spaans restaurant. Ze hadden niet eens een Engelse kaart. En ik heb een wokgerecht met kip. Dus ik ben heel benieuwd. En jij? Of weet je het eigenlijk niet wat je hebt? Ik heb gewoon een stuk vlees met mangosaus. Oké. Okay. Maar dat stond helemaal niet op de kaart, of wel? Nee, ze gewoon buiten de kaart. Ze hebben een paar dingen buiten de kaart. Mm. Nou ja, dus dat gaat Macaulay proberen. Zo, dat van jou ziet er ook wel echt heel lekker uit. Ik wil dat van jou ook proeven. Eet smakelijk, schatje. Mango saus, hè? Ik eet nog wel hoor. Oké. Het was echt heel lekker. We hebben het eigenlijk nog niet eens helemaal op. Nou. Alleen, ik heb toch wel... even kijken. Kom op. Niet vechten. Opeten. Zo, die honden gingen even vechten. Oh ja, maar mijn moeder heeft dus vandaag een nieuwe hond gekocht. Ze heeft een adoptiehond genomen. Het is een straathond uit Roemenië. En ze hebben hem meegenomen van straat. En wist je dat eigenlijk wel? Nee. Komt dat uit Roemenië? Een straathond is het. Ze hebben hem op straat gevonden. En ze hebben hem helemaal een soort van verzorgd en opgeknapt. Dus hij is nu wel een half jaar oud. En mijn moeder heeft hem dus geadopteerd. Want ze konden niet meer voor hem zorgen. En ik heb hier een filmpje. Ik ga hem even aan jullie laten zien. Kijk. Dit is hem. Kijk hoe schattig. Het is nog wel een puppy. En hier ligt hij al gelijk lekker te slapen op de bank. Dus morgen als we naar huis gaan... dan kan ik hem eindelijk zien. Nou, eindelijk. Hij is pas vandaag thuis. Dus ik ben heel benieuwd. En Macaulay heeft nu nog empanadas besteld. En ik ga zo meteen lekker toetje nemen. Eén is met chicken. En de ander is met carne. Chile con carne. Ga maar proeven. Volgens mij heet. Of het lekker is. Het ziet er wel heel lekker uit. Wil je proeven? Mag niet. Ik ga toch een hapje proeven misschien. Dat mag niet. Alleen voor de smaak. Voor in ieder geval. Noten heb ik gevraagd. Oké. Okay. Het ziet er wel heel lekker uit. Het ziet er wel goed uit. Gaan we het proberen? Goeie. Oké, ik ga het proeven. Het is dus typisch van hier, toch? Ja. Un polvito. Ja? Lekker. Welk cijfer geef je toetje?
heel goed. Was echt lekker, hè? Ja. Maar het is typisch iets van hier. Ja. Ik weet de naam niet, maar er zat ook marenke op met karamel. Karamel, kaneel. Heel lekker. Het is de volgende dag en straks gaan wij weer naar huis. Maar ik ga vandaag niet filmen, want vandaag is niet zo heel bijzonder. En dan kan ik mijn camera gewoon lekker inpakken. Ik wil jullie echt heel erg bedanken voor het kijken naar de video's. Echt heel erg leuk als je alles hebt gekeken. En dan hoop ik je heel snel weer te zien bij mijn nieuwe juffenvideo's. Doei doeg!